ook het beviel heel goed. Ik merkte dat ik het niveau goed aankon. Het ging goed. En uiteindelijk wilden we daar ontwikkeling in maken. En is dat helaas door blessureleed nog niet gelukt. Maar ik sluit niks uit en zij ook niet. Ja, Jari, het is voor jou lang geleden dat je hier weer op het veld hebt gestaan. Mensen waren je even kwijt. Allereerst voor de mensen die het gemist hebben. Waarom heb je zo lang moeten missen? Voor de corona was ik ziek, een tijdje. Dus mijn laatste wedstrijd was eind februari volgens mij. Daarna heb ik bij een stage bij Fortuna heb ik een zware knieblessure opgelopen. Vervolgd door een knieblessure aan mijn andere benen en vandaar 8 maanden kwijt. Ja, je valt dan van pech in pech in pech. Is dat lastig? Ik heb ook een geluksmomentje gehad. Ik ben vader geworden in die tussentijd. Dus er zijn ook mooie dingen op de wereld. Dat moeten we niet vergeten. Daarmee in ieder geval gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, dan ben je nu weer terug op het veld. Je hebt 20 minuutjes mocht je meedoen. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat het echt een heel lekker gevoel is om in ieder geval weer terug te zijn. Ja, dat gevoel moet nog een beetje dalen, denk ik. Ik ben gewoon een winnaar en een paar ontzettend dat ik de ploeg niet heb kunnen helpen. En dat we uiteindelijk met 3-0 eraf gaan tegen een directe concurrent op dit moment, zo moet je het gewoon zeggen. Dus dat gevoel zal ongetwijfeld nog komen, maar als ik relativeer ben ik wel blij dat ik eindelijk weer heb gevoetbald op wedstrijdniveau. Als we kijken naar je hebt de ploeg niet kunnen helpen. Nou, ik heb je op een gegeven moment linksback zien lopen, rechtsback zien lopen. Het heeft aan je werkethiek niet gelegen vandaag. Nee, dat ligt het nooit volgens mij. Alleen, ik wil het team helpen aanvallend, verdedigend. En uiteindelijk was het gewoon te weinig van iedereen. En is dat wel een kwalijke zaak. Nou, hoe moeilijk was dat in die afgelopen tijd, in die gekke periode, dat teamgenoten mochten opeens weer gaan voetballen. Jij bleef in de lappenmand zitten. Hoe heb je de afgelopen tijd beleefd? Ja, balen als een stekker natuurlijk. Ik denk iedereen die voetballer is en niet kan voetballen, die baalt. Zeker als je daarvoor ook meeneemt dat die hele corona-periode waarin we niet mochten voetballen ook nog eens heel veel tijd heeft gekost. Dus 8 maanden niet voetballen als voetballer zijn, ja, dat is gewoon balen. Maar uiteindelijk heel hard gewerkt. Veel dank aan de fysio's die me goed hebben geholpen. En vandaag weer op het veld sneller dan verwacht, dus daar ben ik blij mee. Ja, je had het net zelf al even aan. Je hebt het begin van het seizoen stage gelopen bij Fortuna Sittard. Het was een samenwerkingsverband tussen Dordt en Fortuna. Ja, ik verbaasde me over het eerste bericht dat van die samenwerking. Jij ging daar stage lopen. Iedereen had andersom verwacht dat er eerst wat spelers hierheen zouden komen. Hoe is dat gelopen? Dat ging eigenlijk heel goed. Ik ben er niet lang geweest omdat ik die vierde training geblesseerd raakte. Maar ze waren positief en ik zelf ook. Het beviel heel goed. Ik merkte dat ik het niveau goed aankon. Het ging goed. En uiteindelijk wilden we daar ontwikkeling in maken. En is dat helaas door blessureleed nog niet gelukt. Maar ik sluit niks uit en zij ook niet. Heb je daar geen afspraken over gemaakt van, oké, nu is het afgebroken door een blessure. Doordat mijn lichaam er even mee ophoudt in de winter of aankomende zomer, kom ik sowieso terug? Nou, er zijn wel afspraken gemaakt, maar die hou ik intern. Ja, dan nu 20 minuutjes meegespeeld. Ja, jullie stopten. Het stond je onderaan. Nu ben je terug. Sta je weer onderaan. Wat moet er veranderen bij Dordrecht om in ieder geval die punten te gaan pakken? Ja, ik denk een stukje volwassenheid. Een stukje mentaliteit misschien ook. Van wat ik vanaf de zijkant heb gezien. Ik ben nu natuurlijk voor het eerst pas 20 minuten erbij geweest. Dus dan is het altijd anders. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Alleen, toch dat die killer instinct, het leeft niet aan de kansen gelegen. Kijk, Utrecht natuurlijk had ook wat kansen, maar als zij hem dan niet maken, dan moeten wij hem gewoon maken. En dan wordt het een hele andere wedstrijd. En dat was vandaag weer niet het geval en de afgelopen weken ook niet. Het is moeilijk om te oordelen, omdat ik natuurlijk aan de buitenkant stond. Dus dat doe ik liever ook niet zo erg, dat heb ik ook niet veel gedaan. Maar ik hoop wat volwassenheid te kunnen brengen, ervaren en vooral kwaliteit. Ja, en je bent een man van de assist. En daarom breekt het nog wel eens aan. Dus ik denk dat het ideaal moment is dat jij terug bent. Ja, ik ben een creatieve speler, dat is waar. En, ik heb mijn aanvallende impulsen en ik hoop dat ik die kan toevoegen aan de ploeg. En ik weet ook zeker dat ik dat kan, dus daar ga ik voor.